Carabati camna e con furia e la scoppide in su cara. Herman, wat hoorden wij hier nou? Wat sprak hier uit? Dit is dus het gedicht waar de film op gebaseerd is. Het is voor mijn gevoel ook heel symbolisch. Het is symbolisch voor de strijd van het Antilliaanse volk om altijd voor zichzelf op te komen en te proberen om zo een ja, het is voor mijn gevoel is het gewoon een symbool voor de strijd voor onafhankelijkheid. Die vanaf die tijd is gekomen en die de hele tijd ook met verschillende andere momenten in de geschiedenis steeds terugkomt. De film is helemaal in het papiament, Soline. Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een bewuste keuze. Er zijn een aantal kleine fragmenten wel in het Nederlands, maar we hebben bewust gekozen om het papiament toe te maken. Omdat het gewoon van de eilanden is en het is iets van ons, zeg maar. Dus waarom moeten we het in een andere taal doen als we een eigen taal hebben? Welkom weekend. Moet je draaien? Nee, om daar te blijven. Ik bedoel, waarom komen we terug? Als hij gewoon boos is. Mm. Want hij is al boos omdat dat al een keer gebeurd is. En dit is de tweede keer dat het gaat gebeuren. Er moet iets zijn waardoor hij op dat moment nog niet beslist om iets te doen. Je fam is bom bom! Zeswa. Zeswa. Nee, ik heb er zin in. Je hebt er zin in? Ja, we gaan halverwege april gaan we dus naartoe. En tot eind mei, ja, dat is natuurlijk een feest. Oké, okay, we hadden het net over casting voordat we naar Hoofd onder Water gingen. Casting. Hoeveel mensen hebben jullie ongeveer nodig morgen? Want bijvoorbeeld iemand die thuis zit te luisteren, die dacht, misschien hebben jullie 5 mensen nodig. Nee, we hebben helemaal geen 5 mensen nodig. Het is toch best wel een groot project. En dan praat ik over zeker zo'n 60 rollen. 60 mensen hebben jullie nodig? Ja. Zwart en wit. Ja, precies. Zwart en blank. No, zwart en blank, ja. En het is zo, dus in die 60, daar heb ik het over, dan zitten er hoofdrollen bij. Tweede, secundaire dus rollen is en figuranten. Er is geen hoofdrol. Er is een hoofdrol, maar ik bedoel, er is nog niet gekozen hoe het gaat worden. Nee, niemand. Alle rollen staan nog open. Helemaal open. De kans voor Hollywood, je weet maar nooit waar je eindigt. Ik heb mijn mensen die me gewoon lekker, zie, relax. Herman. Zie. Cereali. Dat ben je de boa. Dat ben je de boa. Tiki en de hammer, zei zo. Pero, en dan kan ik ook abini, dan doe het af, doe nou op. Ik probeer zijn en dan die 1, de 3, de eerste titelsequentie. Wow. Dat is in de hele película, dat kom je zaken. Moet je veel doen? Moet je zaken logo, die school. Te presentar. Scène 1. Nos mira imagen y mensaje van daarna. Para atrás nos tiene un hombre de cuore del mundo. Levi.
ik het bij spreken. Als ik een beetje over die kong eten bouwen bij. Mes. Ik paai en dan doe ik ook een goed te maken. Ik laat hem in te kussen. Cada família tem seu caso, mas ofta tem mais família que vive em um campo. Não, cada família tem seu caso. É caso que tem um camber, tem um camber, então casar. O China está a parte, o China está a pegar aquele gás. Então, se é manga, se não dá, me dá a parte. E lá no pessoal era muito mais grande, até para mim. Parte, se é manga, se não. Ofta não está um camate, que agora é muito mais grande, é muito homem, não tem o meu. A parte. Ja, ik ben content. Ik ben de eerste in zin, maar ik ben de vieze. Ik ben content dat ik de traag naar een land thuis, historico, en er is zo'n kennis. Enge bondale. Enge bondale. Oké. Ja, maar? Enge bondale. Oké. 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 Ya mami, oh ya mami na mi number. Ya mami, oh ya mami na mi number mucha. Ya mami, oh ya mami na mi number. Ya mami, oh ya mami na mi number. Ya mami. Ja, mami. Dan komt die werkverdeling. De eerste confrontatie gewoon. Met de hoed en zo. Dat moet wel erger worden. Hè? Dus dat bombardier die ook iets van zegt gelijk. En dan moet je veel ook antwoord geven. Van, wat dan? Dan de straf. Dan is Boetje aan het werk. En dan komt die bomba om te zeggen van nee, werk eens harder. En dan zeg je als van ja, kom maar. Maar misschien wordt dat daardoor ook te veel, dus misschien moeten we het hier laten zoals het nu is. Straffen zijn die drie gasten die worden gestraft. Oh ja. Bijna, wat kan bijna erbij is erin, hè? Ablief? Wat kan bijna erbij is erin, hè? Een ratel. Wat je maakt, kost je bijna bij show. Bom, já, estou por ver o aguento vai cortar, vou virar mais com. Se batingo treina, com Kiko pode começar com Nan, para Nan, sim. Bom, já, para mim, cota é balança, ele fica bem, já, sou isso, vou dizer, vou subir para mim, então despeta, é balança, tá? É com Nan principal, despeta, para coita, coco, vou te captar de um rato para outro. Aqui, clima, não vai? Eu vou fazer um pouco de tempo. Ya te cuando vayendo cu batata por core que vai cava a medio curi que vai sim sabe pero a costa tá cu já tá cu está assim regularmente não é assim não pero é pro me via como pini mas como deve ser a subir que vai deve ser a montele sim sia então já deve ser a busca balança lá vai bom sim um costo preta tá já um monte de tempo o filme mas dá lá vou fazer que vai Jesus sei Sim, mas está legal, arrimento.
Edo dica vai ver está ve, ari ve, sari, pero después de mas subir e bujé, mané nada passa. Full speed. O Valupe. O Valupe, ta Valupo do mo palisa. O Valupe, ta Valupo do mo palisa. Domo cocoe, tava lupo dumo palisa. Di que maneira? Di que maneira não está viva aqui na mundo? Minsa di que maneira não está viva na mundo? O pecado imundo tá abusando de nós. Gaan we. Oh fuck. Ik zit hier met de. Mag je ook wel even erop hebben? Ik zit hier te werken met een programma wat ik eigenlijk niet ken. Omdat eigenlijk moet Erik dit doen, maar ik doe het nou toch. Ah, kijk, zie je, ik kan het best. Oké. Nou ja, we gaan denk ik gewoon nog een keertje zo doen. Gewoon precies hetzelfde. Het is altijd goed om een paar takes te hebben, dan kunnen we het beste eruit halen. Ja? Oké. O Valupe, o Valupe, ta Valupo do mo palisa. O Valupe, ta Valupo do mo palisa. Do mo cocoe, ta Valupo do mo palisa. Go. Oké, okay, stil op opname. Camera. Oh, 35. Kwart. Ready. Hij vindt het ook heel goed, weet je, hij klaagt niet. Kom weer naar mij, kom weer naar mij. Nu op de kop al. Ja, dat is wel. Ja? Zie je speed om die maas? Hij gaat het ietsjes uit doen. En ja, hier gaat Boetje veel springen. Nou ja, niet echt dan, hè? Dat is maar veel. Ja, oké. Okay. Als hij echt zou springen, Boetje dan zou het wel zijn om vrijdag even, weet je wel. Dat gaat dan naar beneden springen. Hey Wout, aan jou de cameravoering. Oké, okay, deze scène. Even eerst. Dat is eerst een shot zonder acteur. Gewoon een point of view van Boetje die naar de zee kijkt. Daarna stel ik voor om medium te maken. Dit moet eigenlijk medium over shoulder zijn, of totaal over shoulder. Hoe staat die point of view? Dat is deze, dit deel. Oké. Dan zie je een Boetje van achter. En daarna zie je een Boetje aankomen lopen en huilend kijkt hij naar de zee. Dat is een goeie. Kijk maar hoe hard. Kom. Ja. Kijk even hoe hard het werk is van ja. Achter. Kijk. Dit is nou de realiteit van de star zijn. Kijk zijn ogen, hij huilt nog. Ja, ik bedoel. Het is gewoon keihard. Ik denk niet dat hij nog een film maakt nou vandaag. Oh, zo net hebben we gefilmd hoe het Bombayandi. Zij gaat alweer aan. Hoeveel minuten kun je mee hebben genomen? Mee worden. Mee hebben genomen. Mee hebben genomen, ja. Okay. En ik moest schreeuwen.
En zodat schappers dat niet weg kunnen halen. Oké. Okay. Ja, ja, en zo heb ik het dan parkeren, een ander model stoppen, dan weer door, zodat het gefilmd kan worden. Nou, als je dat even verteld is. Alex, hallo. Nou, dat is Peter Eikelenboom en we zijn er nu even eigenlijk aankleden. Zoals de tijd van de show. Dus ik ga nu aan de regieafdeling vragen van of dit klopt, als je dit wil of niet. Maar dit blijft gewoon zo? Ja, je kan, ja, ik zo. Ik kan erin en hij kan eruit. Roland, German Gruber, what's happening? Nou, we staan bij San Juan voor de laatste shot van vandaag. En nou, we hebben een generator nodig om de lampen te kunnen gebruiken. De generator deed het voor de hele avond totdat we de laatste shot zouden draaien en dan is de benzine op. Er zijn mensen met de slang meegekomen om benzine uit de andere auto te halen om in de generator te doen. Maar de slang is te dik. Dus we gaan even nu met de andere auto proberen kijken of het bij die andere auto past. En dan moeten we nog even wachten op Jessica die onderweg is met een fles whisky vol benzine. Dat zit maar. Oké. Oké, dit is prima licht. Oké, we hoeven maar één shot te draaien. Dus op zich, we hebben net gerepeteerd, dat was goed. Dus we moeten nou even de boel allemaal aansluiten dat alles weer werkt. Eén keer een doorhaal of een doornemen en dan kunnen we gewoon draaien en zijn we klaar. Ja, we gaan hetzelfde doen wat we net deden. Ja. Gewoon doorlopen zonder generator. Ja. Maar ja. Laten we testen of het werkt. Ja. Ah, hij doet het. Oké, zet maar uit. Het is namelijk zo dat we hier nu op de set staan. Vandaag hebben we ongeveer 12 figuratie. En we kregen net te horen dat geen van de jongens bij de bus staan. Het is gewoon kut. Nee, het is gelukkig. Nee. We hebben dus ongeveer 15 mensen of zo. 12 mensen hebben we nodig. 12 mensen die gewoon afgesproken hebben om te komen. En er is gewoon niemand. Ja, één. Dat is de chauffeur zelf waarschijnlijk. Ja, er is gewoon niemand, man. Kijk, oké, twee, drie jongens die geen zin hadden omdat het te vroeg was. Het is wel 6:00 ochtends namelijk. Oké, maar gewoon niemand. Het is wel lukt. Maar de vraag is of het vandaag gaat lukken. Het gaat heus lukken. Maar inderdaad, de vraag of het vandaag gaat lukken. Ik er moet echt iets magisch gebeuren. Dat wil het lukken. Zeg maar een soort magnolia scène, maar in plaats van frogs, dan moeten er gewoon figuranten in de lucht vallen. Je kan niet 20 mensen van de straat plukken en zeggen van nou, we gaan lekker filmen tot 7:00 vanavond. En verwachten dat ze het in één keer goed doen in het tempo wat wij hebben gepland. Zeker niet met de vertraging die we nu al aan het oplopen zijn. Maar als we een dag vrij gepland hebben, kunnen er niet gewoon een paar alsnog uit hun bed lichten? En scène, wat is het, 6 uit mijn hoofd, op het veld waar we er niet al te veel voor nodig hebben, die draaien. Vanmiddag. Nou, vanochtend hadden we allemaal zoiets van... Nee! Het gaat helemaal mis! We wilden moorden en zuipen! Morgen op het vliegtuig! Maar we hebben het toch bij elkaar gekregen... Vanochtend moesten er 20 extra zijn. Nou, er was eentje maar. Maar na 12:00 heeft productie en het hele team toch bij elkaar gekregen dat we... toch de extra's nodig kregen die we nodig hadden. En we hebben toch die twee scènes kunnen draaien. Twee belangrijkste scènes. Die hebben we toch gewoon gehaald. Precies. De Bonchi. Wat vind je van die dag vandaag? Hobby bong. Hobby kooien, hoor. We zitten hier nu, het is 7:30. We zijn
half zes wakker worden. De figuranten zouden hier om 7:15 zijn. Maar ik ben bang dat het een uurtje 9 gaat worden. Komt goed. Ja, lopen we wel weer een uur uit al. Daar wil ik het eigenlijk even over. Ja, dat weet ik. Ja. Ik ken jou. Nee, dat is maar het moment waarop we door gaan. Dat komt goed, want het draait zo snel en we hebben deze shotlist zo goed doorgenomen net. Ja. Dat okay. Gewoon pam pam pam. Dat is de redding. Ja, het wordt gewoon achter elkaar beuken. Oké dan. Zal ik even een situation update geven? Geef eens even een situation update. Nou, we waren hier dus om, kijk, 6:50 of zo toch? Als ik me niet vergis. En dus de bedoeling dat we dit allemaal zouden filmen. En we hebben nu alleen 77A en 78 afgemaakt. Dus het gaat heel langzaam, maar we komen er wel. 1, 2! 3, 2, 3, 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 3
lekker creatief bezig geweest en een liedje verzonnen. We zijn klaar voor de dag van vandaag. Het wordt een zware nacht, want we gaan zo meteen vergaderen om een plan van aanpak te pakken. Te kunnen bedenken voor de volgende scènes die we nog missen. En, maar het komt toch goed. Ik heb er zin in. Het zag er wel goed uit. Ik, als ik terugdenk aan gisteren, dan denk ik van gisteren kwam het best wel hard aan. En het was best wel moeilijk om daar van bij te komen, weet je wel. Van, dan krijg je zoiets te horen en dan toert je bijna in elkaar. En dan denk ik van fuck, dan gaat het niet meer door of zo. Uiteindelijk komt er een oplossing, dan gaat het nog door. Dan heb je gedraaid, dan ben je blij. Fuck, oké, we hebben het gedaan. En vandaag gebeurt het weer. En vandaag merkte ik gewoon dat gewoon een heel grote invloed heeft gehad op de crew. Ja, gebeurt dit echt nog een keer, dan stopt het gewoon. Dus alles wat je hebt ingestopt, alles wat je hebt gedaan, alles is gewoon voor niks geweest. Nou, situation report van 27 mei 2008. We zouden beginnen met filmen om 9 uur. Het is inmiddels al 11:45. Zoals Erik net zei, zouden we filmen in de kantoor van de John. Zijn er nog steeds niet mee bezig. Ja, en dan horen we net dat German een auto-ongeluk heeft gehad. Ik hoop niet dat het ernstig is. Valt wel mee. Maar we lopen wel weer vet achter op schema. Wat we nou gaan doen is, dat is scène 12, 10 en 18. Best wel zwaar. Dat is wel leuk. Bidden hoeft niet, maar eigenlijk zou er wel voor jullie gebeden moeten worden naar alles wat ik zo zie. Het eerste wat absoluut veranderen moet, is het gevoel dat het drama in de crew gaat zitten in plaats van in de film. Als er dingen fout gaan, los je het met elkaar op. Dat bedoel ik dus. En dan is het niet zo, ja, die moet het maar doen of die. Ik ben vanmorgen hier op de set gekomen. Ik heb een aantal mensen hier urenlang zien kutten. Het is een vies woord in dit geval. Het is geen monteren in dit geval. Zien klooien om één klote shotje voor te bereiden. Het is te gek voor woorden. Dus wat jullie vanmiddag gaan draaien, alles is er. En wat ik daarnet heb meegemaakt, dat er nog even dit en nog even dat en nog even zus en nog even zo gehaald moet worden, omdat er niet gecoördineerd is. Er is een proplijst. Er is een call sheet. De props zijn duidelijk. Heb je het gehoord? Ja. Oké, zo gaat dat. Dankjewel. Yes. Goed, jongens, eten en zet hem op. En iedereen vervult zijn taken. Kom op. 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 Kom
Sakudi. Gewoon rare dingen. German heeft vanochtend een auto-ongeluk gehad. Ja, we zitten gewoon met een half aangeklede set, moeten we draaien. Daar valt Shirelli ook nog eens flauw, die krijgt stuipen en die hyperventileert op de set. Dus al met al is het een zware shoot. Wat hebben we net gefilmd? Zo net heb ik gefilmd om te blijken of ik er ben, maar ik ben er niet. Het is mijn moeder Josefa. En moet je veel denken dat ik daar sta, maar staat daar helemaal niet. Oké. Okay. Het stukje hebben we dat nu gedaan. Dus die hebben we nu gefilmd en nu staat Butcherfield in het veld. Onze grote held. Na vender, ela vai com o barco. Actie! Oké, kijk! Wat een eeuwige schoenen! Ik begin zo alsof er hier een klein gebied is. Hij loopt. Nou, laatste shot van de... Nee, helemaal niet. Laatste shot voor de lunch, dat wel. Maar laatste dag ook. En we zochten nog een plek om het horizon shot te maken. Dat is een shot waarin de groep slaven gewoon zo voorbij loopt. Een soort silhouetachtig. Maar dat hadden we nog niet. Het is heel veel begroeiing hier. We hebben even een stukje gereden. En toen zijn we hier op deze plek uitgekomen. Vind je hier niet vaak op Curaçao. Het is echt een heel lange dag geweest, een heel lange ochtend voor die opening en closing shots van de film. Maar we staan erop en nu gaan we nog een van de laatste groepshots maken voor lunch. Na de lunch doen we nog de werkverdeling scène en dan zijn we klaar. Staan de acteurs te wachten voor de laatste shot. Kom maar dan! Vandaag is solo. Tremendo. Ja, maar nossa clava começando. Nossa clava acaba. Nossa backstage aqui. Vamos dar show. Hey, como sai? É filmamento ainda. Tremendo. Total. Eu estava da Hopi Bom. Nós desfrutando Hopi Bom na MDJ. Nós estamos contentes. Nós podemos expressar nosso sentimento também através de uma obra. Viva lo que nos pia una viva, ¿verdad? Nos pia una, vos pia una. Nos pia una. Ah, maar dat zaakje. Ja. Kom, hoe mensen zagen we toen in de película, bro? Ja, hoor ik hier. Ik heb zo'n goede película, ik loop eens uit een barba largo dame. En toen repipa, het palorna historico, die nog een paillendo perdi, op je een nokia, een tapapiano in aan. En aan mij dat spera, kon ik een obra, kilo nog wel een treset in lanti, pa demonstra, lo cual kon ons antepassado nan a sofri. Sino, ni tampoco para sinogoshi con él, sino para ilustrar cuánto cos nos antepasado nan a pasar. Cámara. Que mi shoulder mount hier. Cámara. Cámara klaar. Cámara klaar. Stilte voor opname. Mensen, it's a wrap. Komt, iedereen erbij. Kom. Oké, we gaan voor de keer in het rekken voor de Big Xbox. Ik heb geleerd om beter
te communiceren, zeg maar, als regisseur. Dat was iets wat nog een beetje vaag was. Dat, die hele ervaring daaromheen, ik denk dat dat voor iedereen gewoon geldt. Dat is de grootste les. Ik bedoel, dat is niet echt één ding. Maar het is wel heel erg leerzaam. Ik denk wel dat ik er echt super van gehad heb. En dat het echt de goede kans gaat komen van de productie. En dat het ook goed is gegaan. Toch wel door kon gaan. Ik toch wel doorgezet op bepaalde momenten waar het wel nodig was. En dat ik niet bij de pakken ben neer gaan zitten. Toch heb ik ergens de kracht vandaan gehaald om door te gaan. En dat, bij mezelf heb ik dat gemerkt van wow, waar haal je het vandaan? Want ergens wist ik niet waar het vandaan kwam, zeg maar. En ja, nu weet ik dat ik de kracht heb om dat te doen.